Het is 2:00, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Europese topconferentie in Brussel heeft vannacht onverwachte resultaten opgeleverd. Er is overeenstemming bereikt over de financiering van de gemeenschap tot 1992. En er is een akkoord bereikt over het terugdringen van de landbouwuitgaven. Het akkoord over de financiering houdt onder meer in dat de armere landen van de Europese gemeenschap bijna 2 keer zoveel uit de Europese fondsen zullen krijgen om de aansluiting met de rijkere EG-landen niet te missen. Een van de belangrijkste punten van het overeengekomen landbouwbeleid is dat graanproducenten met lagere prijzen zullen worden gestraft als de totale graanproductie uitkomt boven de 160 miljoen ton. Productiedrempels komen er ook voor onder andere koolzaad, soja, erwten en bonen. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, de Fransman Delors, is het via de nu gemaakte afspraak mogelijk de uitgaven van de gemeenschap strak in de hand te houden. Het bedrijf Ocean Combustion Service in Rotterdam krijgt van minister Smit van Verkeer en Waterstaat geen vergunning om chemische afvalstoffen uit de Bondsrepubliek en België via Moerdijk op zee te verbranden. Daar moeten deze landen, die ook over havens beschikken, volgens het ministerie zelf maar voor zorgen. Voor afvalstoffen uit Zwitserland wordt een uitzondering gemaakt omdat dit land niet over een zeehaven beschikt. Aan de verbranding van Zwitsers afval worden wel strenge voorwaarden verbonden. De directie van Ocean Combustion Service heeft gezegd van vestiging op het industrieterrein Moerdijk af te zien als minister Smit bij haar standpunt blijft. Tennis. De Amerikaan Jimmy Connors heeft de halve eindstrijd van het Grand Prix toernooi in Rotterdam niet gehaald. Hij verloor in de kwartfinales in 3 sets van de Zweed Svensson. In de halve finale speelt Svensson tegen de Tsjechoslowaak Metsier. De andere halve finalisten zijn Michiel Schapers en de Zweed Edberg. De weersverwachting van het KNMI tot zaterdag middernacht. Eerst nog een enkele hagel, sneeuw of onweersbui. In het binnenland mogelijk enkele mistbanken en plaatselijk lichte vorst. Overdag toenemende bewolking en later mogelijk regen. Middagtemperatuur omstreeks 7 graden. Tot zover het ANP-bulletin. Nu verkeersinformatie. Door hagel en bevriezing van natte weggedeelten is het plaatselijk glad in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Einde verkeersinformatie. Radio, 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 Veronica. Oh, wat een nacht.